Hoi allemaal, leuk dat jullie allemaal weer kijken naar mijn vijfde video alweer. Ik ga deze week naar Dave's eerste competitiewedstrijd. Als dat voorbij is, vlieg ik al eigenlijk weer heel snel naar Nederland toe. En ga ik de reis dus in mijn eentje afleggen voor het eerst. Daar heb ik super veel zin in. Dave gaat naar Australië voor de Champions League. Dus dan piep ik er even tussenuit. Ja, ik ga jullie mee op reis nemen. Het is weer echt super zonnig vandaag. Zo vanuit het appartement. Misschien kan ik beter aan deze kant kijken. Zo. Echt super mooi weer. Ik ga zo meteen naar de Hyundai Mall. Daar heb ik afgesproken met Mia. Mia is het vriendinnetje van Mix, die ook bij Dave in het voetbalteam zit. Van de week hadden we even kort kennis gemaakt in Busan. Super leuke mensen. En we gaan nu even met z'n tweetjes lunchen. Zij zit hier al een half jaar. Dus zij weet wel een beetje de weg. Ze zegt ook van ja, er is gewoon niet heel veel te doen in Ulsan zelf. Alleen ik kan je natuurlijk wel een beetje wegwijs maken. Dus dat is al top. En ze weet een super supermarkt. Een super supermarkt, top. En ze weet dus een supermarkt waar je ook Europese producten kunt kopen. En waar je dus niet de hoofdprijs betaalt voor een appel. De laatste zak appels voor denk ik 50 euro gekocht. Wel echt super mooie appels. Maar ja, het zijn natuurlijk geen appels van goud. Dus ik ben heel benieuwd waar ze ons heen brengt. Ze zijn best wel wat gewend. Ze hebben in New York gewoond. En ze komen zelf uit Noorwegen. Ik weet natuurlijk niet of zij op film wil vandaag. Ze zei al dat ze een beetje camera shy was. Dus ik weet niet of ik dat ga filmen. Ik ga sowieso wel even het lunchtentje filmen. Dus ik heb er zin in. Ik denk dat ik wel goed zit. Oh, this is so cute. Oh, wat fijn. Isn't it cute? It is. You can sit inside these. It is so cute. Hi. So this is Mia. Hello everyone. She's gonna show me around South Korea. Nice. Nou, we zitten dus nu bij ons favoriete Japannertje. Ons favoriete Japannertje. En ze draaien hier echt superleuke Koreaanse muziek al, hè. Het eten is echt zo goed. En ik ben ook gek op Japans eten. Dus we krijgen sushi. En het is wel allemaal via plaatjes. Ik heb net Google Translate gedownload, maar om ieder gerecht op te zoeken was nog niet echt top, hè? Was het vertalen? Via Google Translate. Als je de hele kaart wil gaan vertalen, dat is wel een tijdje. Ja, als je echt iets moet weten, is dat super handig. Maar het moet een beetje lang, ja. Je moeder moet het knippen. Moet je er even in laten vliegen. Of ik moet het knippen. Dat is een Ik ga dus al over 3 dagjes naar Nederland toe. En ik ga Dave natuurlijk echt ontzettend missen. Maar ik stuur hem wel heel veel foto's en filmpjes. Van met je familie en zo. Maar stuur jij maar foto's van kangaroes. Lekker in Australië. Ja. Nee. Nou, Dave vindt volgens mij wel lekker dat hij weggaat. Hè, schat? Je mag mee naar school. Het restaurantje is tot 3 uur 's nachts open. Het is nu echt Hollandse tijd. Zijn we aan het eten, censuur denk ik of zo? Ja, denk je verder. Dat mag ik niet, helaas. Alles is voor lessen. Ja. Nu gaan we allemaal kijken hoe jij dat naar binnen slurpt. Ik wil wel een beetje slaasje. Oh, dank je. Ik ben wel een beetje taugé. Ja, mag wel lekker. Taugé mag je wel lekker. Oh, dank je. Maar ben je echt aan het filmen hoe het... Ja, ik ga even kijken hoe jij dat gaat doen. Kijk eens even. Ik heb ook honger, denk ik gewoon. Goedemorgen. Het is 6:30 's ochtends. En ik heb gisteren om 3:00 's middags mijn vluchtgegevens gehad. Dat ik dus nu deze ochtend zou vertrekken naar Nederland voor 10 dagjes.
Wat ik wel heel erg leuk vind. Al ga ik Dave onwijs missen, want die gaat niet mee. Die heeft een Champions League wedstrijd in Australië. Vandaar dat ik 10 dagjes naar Nederland kom. Ja, dus die ga ik onwijs missen. Superleuk voor Dave. Enig bagage die ik bij me heb, is dit. Want ik had weinig tijd om in te pakken en het leek me gewoon handig dat als ik iets nodig had, dat ik het in Nederland koop en hier naartoe meeneem. Zodat ik 2 grote koffers mee kan nemen als ik weer terug ga naar Olsen. Nogmaals, ik heb er super veel zin in. Ik zie wel een beetje op tegen de reis in mijn eentje. 1, ik vind het ongezellig. 2, mijn buik is dikker. Mijn maatje Dave, mijn liefde, is er niet bij. Als het goed is, staat mijn taxi al klaar. Ik denk dat hem is. Koud. Even kijken, is dit mijn taxi? Ja, dit is mijn taxi. Good morning. Nou, nogmaals goedemorgen. Ik ben nu op Ulsan Airport en daar is niet zoveel. Het is een uurtje vliegen naar Gimpo. Dat is in Seoul. En dan moet ik vanaf daar moet ik nog met de taxi naar Incheon. Of Incheon. Ik weet niet hoe je het uitspreekt. En dan moet ik dus naar een ander vliegveld. Vandaar dat ik dus alleen maar handbagage mee heb. Je handbagage is sowieso makkelijker. Omdat ik met 2 volle koffers natuurlijk terug wil. Met babyspulletjes en kaas. En noem het maar op. Dave is nog 100 dingen thuis vergeten. Dus die moet ik ook meenemen. En ja, het voelt best wel koud hier zo. In mijn eentje is geen kip. En is er ook niet zoveel te beleven. En ik ben ruim op tijd. Ik ben al ingecheckt online. Ik weet niet of ik er nou doorheen moet gaan. We gaan het zien. Ik ben dus nu in Seoul. Ik ben vanochtend om 6:30 vertrokken van huis naar Ulsan Airport. Toen heb ik een uurtje gevlogen. Aangekomen op Gimpo in Seoul. En nu ben ik dus op een ander vliegveld. Nog een stuk met taxi, ongeveer 3 kwartier. En ja, dit vliegveld is op zich wel heel erg relaxed. Je hebt hier wel wat te doen. Het is echt een super mooi vliegveld. Dus het scheelt wel, maar ik vertrek dus nu pas om 2 uur. Dus je moet best wel een beetje je zien te vermaken. Ik heb nu al 100 rondjes hier gelopen. Maar gelukkig over een 30 minuten vertrekken. En hoop ik dat de reis een beetje meevalt. Maar dat komt wel goed. Ik ga dus nu even een nekkussentje kopen. Want die heb ik niet mee. En ik denk dat die wel van pas kan komen. Dus dat ga ik even doen. Nou, ik ben dus al 24 uur, 25 uur wakker. Maar ik ben in Amsterdam. En echt een super verrassing. Ik ben nu bij mijn ouders. En mijn opa's en oma's zijn er. Mijn tante en mijn nichtjes. En dus het was echt een verrassing. Dus ik heb allemaal broodjes met kaas gegeten. En de hele tafel stond helemaal vol. En ik ben nu een beetje aan het uitbuiken. En de mannen zitten voetbal te kijken. En de vrouwen die zitten hier. Kijk. Hele familie bij elkaar. Alles designer. Ik flex nu op tv. Mijn vriendinnen, doe nu mee. Met fake sokken. Brrr, La Costa Gang. Heb je dat laatste filmpje gezien staan? Ja, die willen. De vrouwenfamilie. Ze begonnen al aan te dansen, hè? Oma, wat vindt u van mijn vlogs? Wat zegt de schat? Wat vindt u van de vlogs? Grandioos. Grandioos, hè? Geniet ervan. Gelukkig. Zo zijn en... we er toch nog een beetje bij. Ja. En nu komt ze er ook even voor. De mannen. Kijk even waar de mannen zitten. Kijk, de mannen zitten voor de voetbal. Nog een nieuwe vlogster, ja? De paardenmeid. Hoe ga je vlogs heten, Lil? Waar ga je met die? Wil toch vloggen? Ja. Ja. Hoe ga je vlog? Lil, hoe ga je vlogs heten? Dat weet ik nog niet. Moet ik even goed over nadenken. Oké. Okay. Andere oma, wat vind jij van de vlogs? Wat ik van de vlogs? Ja? Oma, ga je ook een YouTube kanaal beginnen?
Zeker weten van niet. Oma Wil kan wel goed een YouTube-kanaal beginnen. Koken met Winnie. Ik ken heel goed Engels. Mam, hoe blij ben jij dat ik weer terug ben? Sorry? Hoe blij ben jij dat ik weer terug ben? Ja. Met de mannen kunnen we niet praten, want het is voetbaluur. Nou, opa Rien, hoe vind jij dat ik weer terug ben? Schat, ik heb mijn geluk niet op. En papa? Ja. Hoe vind jij dat ik weer terug ben? Fantastisch, meid. Fantastisch. Hoe vindt u dat ik er weer even ben? Ik vind in de eerste plaats dat je er veel beter uitziet dan toen je weg ging. Ja? In de tweede plaats, ja. Geef ik nou moeite op, dat weet je wel. Oké, heel goed ook. Korea heeft me dus goed gedaan. Nou, je bent gewoon opgeknapt een beetje. Ja, ik voel me een stuk beter ook, inderdaad. Dacht ik wel. Ja, hè? Goedemorgen. Het is mijn eerste ochtendje in Amsterdam. En ik kwam gisteravond thuis. Ik had heel eventjes kort gefilmd. Maar toen zat mijn hele familie, allemaal opa's en oma's en mijn tante en mijn nichtjes. Mijn zussen en mijn ouders, die hadden het allemaal geregeld als verrassing. Dus dat vond ik super leuk. Ik was wel vanochtend om 4 uur al wakker. En ik ben niet meer in slaap gekomen. Ik heb 's nachts ben ik nog in bad geweest. En heb ik een beetje op mijn telefoon gezeten en nog met Dave geappt. Want die is vandaag naar Australië vertrokken. Dus die zat helemaal top in het vliegtuig. Die had er ook veel zin in. En wij gaan nu eventjes met z'n drietjes wat lunchen. Hier mijn moeder. Mam, gezellig lunchen. Heel gezellig. Mijn moeder zou je niet heel veel zien, want die is er niet gek op dat ik alles film. Eigenlijk niemand in mijn familie. Hier is mijn zusje Sky. Ik vind het niet erg hoor. Follow Skyler Witsche op Instagram. Kroketten. Ja, kroketten heb ik ook echt super zin in. Waar gaan we eten eigenlijk? Mama zei Van Dam of... Joffers, iets in de Cornelisschuit. Het is wel een beetje jammer, want het is echt heel erg rot weer. Het was vandaag dus super regenachtig. En, dus we zijn naar de Bijenkorf geweest in Amstelveen. We gaan meestal of naar Amsterdam of Amstelveen, maar het is zondag. In Amsterdam word je echt gek als je niet met openbaar vervoer gaat. Dus we zijn met de auto lekker naar Amstelveen geweest. En wat ik heb gekocht voor de baby. Ik had gewoon nog eigenlijk wat basics nodig. Zoals rompertjes en dat soort dingen. Dus ik heb bij Petit Bateau. Merk je wat ik heel erg leuk vind. Omdat het eigenlijk gewoon vrij simpel is. En redelijk betaalbaar. En ik was er ook erbij. Ik vond het super schattig. Echt super lief. En natuurlijk niet te warm. Want als de baby geboren wordt, is het denk ik 40 graden, 35 graden in Ulsan. Dus die heb ik gekocht. En van mijn moeder heb ik de bijpassende 3. Ik zie mijn vader kijken. Ook van mijn vader natuurlijk. 3 dezelfde rompertjes. Tenminste, niet dezelfde. Net weer even iets anders. Echt heel schattig, met kleine olifantjes en blauw. En mijn lieve kleine, eigenlijk alweer grote zusje was ook mee. En van die heb ik ook heel blij mee. Want dat soort dingetjes heb ik ook nog helemaal niet. Een bijpassende doek gehad. Kleine olifantjes. Voor in de wagen of whatever. Het komt altijd wel goed van pas. Maar ik heb dus echt nog... bijna niks. Ik had hier in Nederland wel alvast wat pakjes gekocht. Niet weten dat het daar natuurlijk echt super warm is. Dus ja, ik heb deze week ook wel... Het gaat niet zo heel lekker weer worden volgens mij. Dus ik heb ook wel de tijd om eventjes wat leuke dingetjes te scoren. Verder begin ik nu echt gewoon al mijn broeken niet meer te passen. Ik ben zonder koffers hier naartoe gekomen. Want alles wat ik in Korea wil kopen is echt super duper klein. Alle... Als je daar naar de Zara gaat, hebben ze alleen maar alles in XS. Dus dat gaat hem sowieso niet worden. En zwangerschapskleding heb ik nog niet echt kunnen vinden. Dus ik was vandaag even in de Naked Store. In Amstelveen.
Ze zei dat het de enige winkel was. Je kan het altijd online bestellen. Ik heb het daar even aangepast, want ik wist natuurlijk niet wat ik nu aankom. Dus normale broeken kan ik niet meer aan. Die gulp gaat niet meer dicht. De knoop gaat niet meer dicht. Dus ik heb 2 pakjes gekocht. Die gewoon en leuk kunnen met een hakje eronder of een laarsje of een gimpje. Wat gewoon losvalt. En waarin je toch een beetje mijn buik ziet met een broek erbij. En ook in het zwart. Je kan het niet echt zien. Eigenlijk zou ik het even moeten showen. Daar heb ik geen zin in. Maar het stond best wel leuk. Dus nu heb ik in ieder geval hier wat om aan te trekken. Want ik moet nu alles lenen van mijn zusjes of van mijn moeder. Aangezien ik geen spullen heb. Dus dat is wel een reden om weer even wat nieuws te kopen. Dit is dus het pak wat ik heb gekocht bij Naked vandaag. In het zwart en in de tijger. En dit zijn gewoon lekkere pakjes. Het is niet per se voor zwangerschap. Maar omdat gewoon met mijn buik kan ik echt geen normale broeken meer aan. Ik moet daar nu maar aan gaan wennen. Die gaat niet meer dicht. En dit flatteert op zich nog wel. En is gewoon altijd makkelijk. Dus we gaan nu een hapje eten. Bij ons in de Jordaan. Ja, uit dat is een mooie. Of en dan wel allemaal lunches. Alle opties zijn er lunch bij. Dus papa in de strand bij de Wim. Wat hebben we net gedaan? Wij hebben dus net mijn moeder afgezet op Schiphol. Mijn vader is vanochtend al vroeg vertrokken. Misschien weten wel een paar mensen. Mijn vader zit bij de staf van Ajax. Die is weg met de voetbal. Ajax speelt over. Nou, morgen eigenlijk al tegen Real Madrid. Dus, en mijn moeder is meegegaan. Dus dat is wel heel erg leuk. We zijn eigenlijk een beetje jaloers, Sky en ik. Want wij zouden eigenlijk ook meegaan. Alleen ik moest nog zoveel doen hier. Dat het een beetje rottig uitkwam. Dus volgende keer maar. En ik ben er toch wel eens geweest. Nu kunnen we dit nog zien, Sky. Ja, we zien je nog. Oké. Kijk, we rijden door een tunnel. Nou, nu gaan we dus naar onze andere zus toe, Kaylee. En die heeft een kleintje, Ayan, van 3. Dus dat is straks ook wel heel erg leuk voor mijn kleine, ook een jongen dus. En daar gaan we eventjes op visite. Lekker? Ja. Yes. We eten hem. Peanut butter. Oh, peanut delight. Naked bar. Nou, dat soort dingen die ik gewoon echt heel erg heb gemist. Ze hebben daar alleen maar echt hele zoete troep. Nou is dit natuurlijk ook zoet. Zeker ook van die gedroogde vissticks en zo. Ja, ja, gedroogde inktvis met peanut butter. Gadver. Gadver. Dit is gewoon gezond, vegan. Niet dat ik veganist ben, maar ik bedoel, het is wel hele gezonde tussendoortje. Die heb je daar gewoon niet. Tussendoortje moet ik daar eten, zo'n trekkerpunnetjes, Oreo. Maar je kan ook even pakjes kopen en dan pakjes kopen en meenemen. Van dit? Ja. Maar weet je hoeveel ik al moet meenemen? Bankrijf vast. Moet ik van Deva een hele kaas meenemen? Beetje gestrest. Ik denk dat die lekker tussen mijn babykleding. Tip 3. Ontspan. Stinkt al je babykleding naar kaas. Ik woon bij Dave zijn kleding. Met een kaaskop. Ik heb Dave net ook gesproken. Het is daar 10 uur later, dus contact is nu ook wel weer wat lastiger. Boston is 8 uur later. Australië, Sydney is 10 uur later. Maar hij zit echt midden in de stad. Dus hij kijkt zijn ogen uit. En het is 28 graden, dus ook niet verkeerd. Dat is gezellig. Krijg ik een kus? Oh. Krijg ik een kus? Gaat hij zo verlegen doen? Anders kom ik hem pakken hoor. Oké, doei. Ga eens lachen. Ben jij ook zwanger? Ben je ook zwanger? Laat even zien dan. Je bent ook zwanger. Lieke baakie. Babytje in, hè?
ben nu bij mijn opa en oma thuis. En mijn opa en oma zijn echt een soort van mijn tweede vader en moeder. Hé, hey, lieve Bloesie. Heb je me gemist? Ja, hè? Ja, heel lieverlie. Nou, ik ben dus bij mijn opa en oma en we hebben net lekker tacos gegeten. Maar er is nu een soort van lekkage. We weten niet echt wat het is. Jongens, kijk even naar het telefoonnummer dat hierop staat. Ja, ik ga lezen. Ja. Nou, ja? Chill. Dat was het weer voor deze week. Ik vond het nu net een beetje Piet Paulus, maar... Maar dat was het dus voor deze week. Het was echt super fijn om in Nederland aan te komen en gewoon eigenlijk even te relaxen met familie en rustig aan te doen. En ja, ik mis Dave wel natuurlijk. Je wil zoiets toch eigenlijk samen delen met familie en het voelt toch alsof er een beetje iets ontbreekt. De reis was me ook een beetje tegengevallen om zo opgevouwen met een dikke buik, zo lang in je uppie en zo'n stoeltje te zitten. Goed, ik heb het allemaal overleefd. Volgende week heb ik mijn baby shower, dat weet ik wel al. Ik weet natuurlijk niet wat we gaan doen. Ik ga mijn beugel eruit laten halen. Ik ga even naar de kapper. Ik heb een zwangerschapsshoot. Dus volgende week.